De klok is verzet, het is weer in het donker buiten, dus ja, tijd voor iets om over de indoor trainers te praten. Ik zit hier op deze mooie Apex Sport Deluxe fiets met de Elite Direto XRT fietstrainer. Eigenlijk de eerste fietstrainer van Elite met een geïntegreerde powermeter. Ja, ze zeggen dat hij tot 2000 watt kan aan 40 km per uur. Moet je flinke jongen zijn sowieso om dat te kunnen doen. Het voordeel hiervan ook is dat je, ja, als je gaat klimmen, dat de hellingshoek tot 20% kan. Hè. Heel veel fietstrainers gaan tot 15%. Mag je op een programma zoals Zwift of Roovy of van Elite zelf. En je gaat een keer de Mont Ventoux fietsen en je komt boven die 15%. Blijft hij wel de accurate hellingshoek geven. Het voordeel is van deze fietstrainer, ja, je hoort eigenlijk als je gaat fietsen, nou, dat hij relatief stil is. Ten opzichte van heel veel andere trainers maakt deze gewoon bijna geen geluid. Deze trainer komt eigenlijk compleet uit de doos. De poten zitten eraan. Bij deze zit dan ook een cassette erop. Dat is niet standaard. Dat is bij ons nou een optie om dat te laten doen. Zowel van de mountainbike cassettes als de racefiets. Deze trainer komt met drie verschillende adapters, steekassen voor 142, 135 en de ouderwetse quick release sluiting. Dus voor iedere fiets kan je hem gebruiken en je kunt heel de winter door blijven trainen. De trainer is zowel geschikt voor fietsen met en zonder schijfremmen. Dit is toevallig een fiets met schijfremmen en een steekas. De adapters heb ik al voorgemonteerd, dat het dat makkelijker de fiets erop zetten is. Je hebt ook bij deze trainer bijgeleverd al een voorwielblok, dat je fiets altijd stevig staat als je gaat fietsen. Laat eigenlijk de fiets zakken, dan valt hij eigenlijk al niet meer van de trainer af. Nooit vergeten natuurlijk je steekas te monteren. Kijk dat deze goed erin gaat. Vastdraaien, vast is vast, de fiets kan toch nergens heen en je kan fietsen. Zeker niet te vergeten het stekkertje erin te plaatsen, anders dan gaat de computer natuurlijk niet connecten met de trainer of andersom. Je stekkertje erin en je ziet eigenlijk de lampjes gaan knipperen. Dat betekent dat hij de connectie heeft gemaakt met de computer. In het Zwift programma moet je natuurlijk altijd je trainer nog koppelen. Wij hebben hier gebruik gemaakt van een ANT dongle, omdat de Bluetooth verbinding hier gewoon niet stabiel is tussen de computer en tussen de trainer. Je moet je kunt de trainer gaan koppelen met de computer. Laat je hem zoeken. Hier zie je dus enkel dat hij de trainer pakt met de ANT dongles. De power koppel je. Cadans pakt hij dan eigenlijk automatisch op, maar hier kun je dus zien welke die allemaal heeft. En nog de trainer zelf. Alles is geconnect en je bent klaar om te gaan fietsen.